Onbekende merken, BNP, Victory, Polaris. Bekende merken uit Europa, Jaguar, Mini, BMW, Mercedes. Maar het gaat hier in Tokio natuurlijk om de Japanse auto-industrie. Die komen hier op de 44ste editie van de Tokyo Motor Show met het echte nieuws. Mazda bijvoorbeeld, een sportauto met een wankelmotor. Net als voorheen. Nissan, de opvolger van de Leaf, als conceptcar weliswaar, maar hij staat hier. Toyota, dat kleine sportautootje waarvan ze zeggen dat hij misschien wel niet naar Europa komt. We gaan ze allemaal bekijken, hier in Tokio. Het was pas voor RTO Autovisie in de schatkamer van Toyota Motorsport. En je proefde daar echt de trots. De trots vanwege de behaalde successen in het, ja, al die rallykampioenschappen. En nou weten we inmiddels dat Toyota met jaren terugkomt in het WRC. En dat doen ze dan met deze auto. Klein, wendbaar. Ja, en niet heel mooi. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het gaat om de successen. En nou weet ik niet of jullie de laatste tijd in het nieuws gevolgd hebben dat Toyota ook een beetje bekend staat als leverancier van auto's aan IS. Nou, dat kan natuurlijk. Daar kunnen ze zelf niks aan doen, hè. Dan zetten ze een Land Cruiser op de stand met notabene Arabisch woestijnzand op de zijkant. Dat is dan weer niet heel handig, hè. Geinig. Kijk, daar zijn ze blij mee, hè, die Japanners. Kleine autootjes. Dat kan natuurlijk ook niet anders, hè. Als er meer dan 30 miljoen mensen in één stadcentra wonen. Misschien wel het allerleukste aan deze auto zit hier achter dat achterwiel. Er zit namelijk een aandrijfas. En aan die kant ook, dan heb je achterwielaandrijving. Het brommetje voorin, daar zeggen ze niet zoveel over. Maar je ziet wel dat die auto heel laag ligt. En dan geeft Toyota toe dat het zwaartepunt goed is en dat de balans, nou ja, een soort van perfect is. 50% daar, 50% daar. Achterwielaandrijving, een handbakje. Heel leuk, hè? Hebben we dat dan nog tegenwoordig? Van die hele kleine, betaalbare, achterwielaangedreven sportautootjes? Nee, niet echt. Ja, Mini heeft zoiets. Maar ja, de aandrijving aan de verkeerde kant. En over Mini gesproken, Mini, BMW en Toyota werken samen. Zouden ze dan met deze auto ook samenwerken? Ik heb het gevraagd, hè? Er komt tenslotte een Mini Coupé. Nou, nee, daar zeggen ze ook weer niks over. Afijn, komt hij naar Europa? Daar zeggen ze wel wat over. Dat doet hij niet. Ik zeg je, dat doet hij wel. Hij gaat naar Europa komen. Wat een dik ding, hè? Voor de BMW M-smullers, de M4 GTS. Die M4 die is er natuurlijk al een tijdje en die is eigenlijk ook, ja, niet sterk genoeg. Een snel zat, hoor, maar niet sterk genoeg. De concurrenten leveren allemaal meer pk's. En dus bedacht BMW, we geven die auto een duw in de rug. We maken hem lichter, niet heel veel, wel wat. We maken hem sneller, sterker, 500 pk. En we limiteren hem. Er komen er slechts 3 van naar Nederland. Er gaan er een paar naar Japan. Ze zijn zelfs bereid om hem rechtsgestuurd te maken. Dat doen ze hier, hè. In Japan. En dan heeft hij een rolkooi. Hij is dus lichter. Hij heeft een knots van een downforce vleugel. Hij heeft andere wielen, lichtere wielen, een vette splitter. Het is eigenlijk gewoon een heel vet ding. Grappig, hè? Je zit daar, het stuur zit ook daar. En dan zit je er alleen in. Dat hoeft niet per se, want dat klapt open. En dan kun je dan ook zitten. En het gekke is, de huidige Formule 1 auto van Honda, die lijkt niet op deze, maar die allereerste Formule 1 auto's van Honda uit de jaren 60, die hadden dus dezelfde kleurstelling als deze. Of eigenlijk moet ik zeggen, deze heeft dezelfde kleurstelling als die van toen. En als je nou denkt, ja, dat is leuk, maar dat rijdt niet. Het rijdt wel. Moet je even kijken naar de banden. Ze zijn er hiermee aan de gang geweest. Echt maximaal. Best of show, verreweg de fraaiste auto van de 44ste aflevering van de Tokyo Motor Show. Dit is de auto waarvoor je hier naartoe moet komen. Het vervelende alleen is dat Tokyo wat ver weg ligt. Maakt allemaal niet uit, wij laten hem zien. De RX Vision. En dan weten jullie, X bij Mazda staat voor sportief, hè, voor dynamiek, sportauto. R, weten jullie ook, rotatie, oftewel wankelmotor. Wat voor wankelmotor zit er dan in? Dat weten we niet, maar er zit er een in. Dat is al het goede nieuws. Ja. Komt die dan op de markt? Nou ja, dat vertellen ze natuurlijk niet. Maar we weten wel uit ervaring dat vrijwel alle conceptcars van Mazda in de loop der jaren op de markt zijn gekomen. We weten ook dat in 1967 de eerste Mazda met een wankelmotor op de markt kwam. Dan weten we ook dat in 2017 dat 40 jaar geleden is. Dus kunnen we er gewoon van uitgaan dat je deze auto, misschien een paar kleine wijzigingetjes, maar dat je deze auto terug gaat zien bij de Mazda dealer. En dat is heel, heel, heel erg gaaf. Wat een goed ding, zeg.